In deze film kunt u stap voor stap zien hoe u uw blaas kunt legen. Het is redelijk eenvoudig, maar vraagt wel om wat oefening. Was altijd eerst uw handen zorgvuldig met water en zeep. Vergeet uw duimen niet. U kunt handgel gebruiken als er geen wasgelegenheid in de buurt is. Zorg dat u alle benodigdheden klaar heeft liggen voordat u begint. U heeft een katheterset nodig, reinigingsdoekjes. Of een pH-neutrale zeep en water om uw penis te wassen en eventueel een doekje en broekhaak. Doe uw broek en onderbroek naar beneden. U kunt een broekhaak gebruiken om uw broek op zijn plaats te houden. Leg een reinigingsdoekje of een washandje onder uw penis. Om te voorkomen dat bacteriën in de plasbuis en blaas terechtkomen bij het katheteriseren, reinigt u uw penis zorgvuldig. Schuif de voorhuid terug en was de opening van de plasbuis. Om bacteriën te verwijderen die zich bij de plasopening bevinden, maak u uw penis schoon met cirkelvormige bewegingen. Ga van binnen naar buiten. Gebruik voor iedere reiniging een ander deel van het washandje of doekje. Draai en verwijder de huls. Vouw de urinezak open. Draai en trek de katheter eruit. U kunt nu gaan katheteriseren. Let erop dat de katheter nergens mee in aanraking komt voor u hem in de plasbuis inbrengt. Mocht dit toch gebeuren, gebruik dan een nieuwe katheter. Als u bijvoorbeeld de wasbak, uw kleren of huid aanraakt, kunt u de katheter bevuilen, waardoor er kans is op infectie. Houd de penis omhoog vlak tegen de buik aan. Hierdoor verandert de vorm van de plasbuis van een S in een U, waardoor u de katheter gemakkelijker in kunt brengen. Knijp zachtjes in de eikel van uw penis om de plasbuis te openen. Om het inbrengen zo gemakkelijk mogelijk te maken, is het belangrijk dat u zich ontspant. Breng de katheter langzaam en rustig in de plasbuis in. Als u weerstand voelt, brengt u de penis terug in de natuurlijke positie, zodat de katheter gemakkelijker langs de prostaat en kringspier gaat. Breng de katheter in tot in de blaas en als de urine begint te stromen, brengt u de katheter nog enkele centimeters verder in. Wanneer de urinestroom stopt, beweegt de katheter dan een beetje om er zeker van te zijn dat de blaas volledig leeg is. Trek de katheter voorzichtig terug. Herhaal dit zodat er geen urine achterblijft in de blaas. Wanneer de urinestroom stopt, verwijdert u de katheter rustig uit uw plasbuis. Duw de katheter in de huls en sluit deze door met de klok mee te draaien. Open de urineopvangzak door het hoekje eraf te trekken en leeg hem in het toilet. Na gebruik gooit u de katheterset bij het huisvuil. Gooi de set niet in het toilet. Was nogmaals uw handen en u bent klaar.